Nou, we vliegen er meteen in met een aflevering waarin je de geboortes ziet van de olifantenkalfjes Ayabu en Tendai. Waar bioloog Stijn je van alles vertelt over een bijzonder duet. En dat klinkt dus ongeveer zo. Maar we beginnen bij de vogelverzorgers van Safari Park Beekse Bergen. Want ook al zitten de brandganzen nu nog rustig te grazen op de vlakte, als straks de gieren, arenden en buizerds losgelaten worden, zullen ook zij snel het luchtruim kiezen. Er wordt meerdere keren per dag een roofvogelsafari gehouden in het park. Hiervoor zijn 3 verzorgers nodig om alles in goede banen te leiden. Matthijs staat voor de tribune om het publiek van alles over de vogels te vertellen en tegelijk de regie te houden. Hij bepaalt het tempo waarmee de vogels elkaar afwisselen. Door middel van de oortjes en de portofoon hebben wij onderling contact met elkaar. Stekelers klaar, zo te zien. Want we kunnen natuurlijk niet alle vogels tegelijkertijd losgooien. Sommige vogels gaan gewoon heel goed samen, maar anders ja, die zullen elkaar proberen te pakken. Dus dat moeten we proberen te voorkomen. Dus vandaar dat we elkaar cues geven van nou, die vogel die is veilig binnen, laat de volgende maar los. Want op die manier wisselen Michael en Ilona elkaar af, zodat voor het publiek het gat tussen de vogels in zo klein mogelijk is. Dat er eigenlijk zoveel mogelijk vogels te zien zijn in een korte tijd. Wij noemen 2 en 3. En de persoon die doet 2, die staat eigenlijk tussenin. Dus die loopt zowel van voor bij de tribune als achter helpt hij mee en tussenin. En dan hebben we de laatste nog en die haalt de vogels binnen en die los en dat wisselt eigenlijk af. Als de dieren eenmaal in de lucht vliegen, kunnen ze gemakkelijk afgeleid worden door bijvoorbeeld het publiek of iets eetbaars op de vlakte. Als de vogels toch afwijken van hun route, hebben ze altijd nog een zender om. Ze zijn ontzettend slim en er zitten er een aantal bij. En die passeren het publiek volledig en die hebben eigenlijk nergens last van. En die kijken er niet eens naar om. We hebben een aantal die kunnen schrikken op het moment als bezoekers inderdaad ineens gaan lopen of gaan staan. Die daarop kunnen reageren. En dat we hebben inderdaad vogels die gelijk zien wanneer er iets te eten valt te halen. En dit zijn toevallig 2 rugzenders. Die worden gemonteerd op de rug van de vogel en dan kunnen wij die erin klikken. Het zit niet aan de vogel vast, mochten sommige mensen dat denken. Dus dat is voor ons wel handig en de vogel heeft er tijdens het vliegen totaal geen last van. Dus mocht er een vogel wegvliegen, dan hebben wij nog geen paniek, want dan weten we vaak waar we moeten zoeken. Michael en Ilona zijn nu de zendertjes aan het doen bij de vogels. Ik ben nu de laatste dingetjes klaar aan het zetten, dan kunnen we er tegenaan. Roofvogels zijn vleeseters. Om ze op te vangen en door te sturen, geven de verzorgers tijdens de show steeds kleine stukjes vlees als beloning. Dit mag niet te veel zijn, want de grootste beloning wordt pas in de thuishaven gegeven. Michael en Ilona, zijn jullie er klaar voor? Ik ga het laatste klaarzetten en dan gaan we beginnen. Vandaag wordt begonnen met steppenarend Indira. Een ervaren vogel, maar vandaag loopt het net iets anders. Wop, wop, wop. Iedere vogelshow ziet er weer anders uit. Dit hangt af van het moment van de dag, het weer en het humeur van de vogels. Van harte welkom dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Matthijs en samen met Ilona en Michael zullen wij de roofvogelsafari voor vandaag gaan verzorgen. De eerste vogel die hebben jullie zojuist al gezien. Dat is onze steppenarend. Maar deze vogel die is, zoals jullie misschien wel zagen, een klein beetje onder de indruk van onze cameraploeg. Kom maar. Maar deze vogels die zijn dat gelukkig wat minder. Dat zijn onze woestijnbuizerd. Het blijft een prachtig gezicht, de 3 jonge olifantenkalfjes bij elkaar. De geboorte van Mosi heb je al kunnen zien in de eerste aflevering, maar die van nummer 2, Ayabu, en 3, Tendai, nog niet. Nou was er bij Ayabu ook maar weinig te zien,
Moeder Bongi ging namelijk op het moment suprême precies onder een kabel staan die in het beeld hing van de bewakingscamera. Ook op de tweede camera werd het niet veel duidelijker. Kijk, daar komt Bongi aan en stopt precies onder in beeld. Maar gelukkig is Ayabu daar dan eindelijk. Of zeg maar gerust, te vroeg. Want moeder Bongi heeft iedereen verrast. Maar door de goede verzorging van de medewerkers en met de hulp van haar tantes in de familiegroep kon Ayabu na de stroeve start lekker met Mosi ronddartelen. En toen moest nummer 3 dus nog geboren worden. Het is inmiddels februari, 2,5 maand na de geboorte van Ayabu, als moeder Punda voelt dat het kalfje eraan komt. En dit keer is het goed te zien. Het jong zit nog wat opgekruld, maar als de moeder nog wat schudt met haar achterpoten om de geboorte te versnellen, geeft dat het extra zetje om het olifantenkalfje op de wereld te zetten. Daar is Tendai. En zij was wel wat sneller met bewegen dan Ayabu. Dat is vooral goed te zien op de beelden van Yvonne. De vaste verzorger van de olifanten stond in de stal te posten en maakte deze beelden met haar telefoon. Die we natuurlijk graag laten zien. We laten de 3 halfzusjes lekker verder dartelen en kijken weer even bij de vogelsafari aan de andere kant van het park. Deze vogels die zijn heel erg bijzonder omdat ze in de natuur vooral in groepen jagen. De mannetjes die jagen de prooi op, die zijn wat kleiner. En als die prooi langzaamaan uitgeput raakt, dan komt dat grotere vrouwtje in beeld en die zal de prooi proberen te slaan, zoals ze dat noemen. Maar zo te zien zijn onze woestijnbuizers weer veilig richting hun foyer vertrokken. Na de woestijnbuizerd is het de beurt aan de kleinste gier die in Europa voorkomt, de aasgier. Een aasgier is dus een soortnaam en geen verzamelnaam voor alle gieren. Nou, vaak als we het over een aasgier hebben, dan denken veel mensen aan een grote, donkere vogel, lange kale kop en een kale nek. Mensen die weten eigenlijk niet zo goed hoe een aasgier eruit ziet. Alleen deze gierensoort die heeft zich iets aangeleerd. In Afrika daar lopen natuurlijk ook struisvogels. En struisvogels die laten nog wel eens een ei achter. Maar hoe krijg je dat als vogel van nog geen 2 kilo? Hoe krijg je zo'n ei nou open? Kijk maar, dit is onze aasgier. En die heeft een mooi pincetvormig snaveltje. En daarmee kan die tussen ribben en gewrichten op zoek gaan naar de laatste restjes. Of in dit geval zometeen hopelijk de inhoud van het struisvogel-ei opeten. Nou, iedere gier die heeft op en rond zijn kadaver zijn eigen taak. Die grotere gieren die eten vooral de grote stukken vlees. De kleine gieren die eten vooral de laatste restjes tot de botten vandaan. En zelfs de botten van een kadaver die worden gegeten door een gierensoort. Namelijk door de lammergier, ook wel baardgier genoemd. En zo zorgen die gieren er samen voor dat ze zo'n kadaver opruimen. Gijs is klaar, kom naar huis. Ja, ondertussen is er ook een hele mooie andere vogel bijgekomen. Dat is een uilensoort die in Afrika te vinden is. Dat is namelijk onze Afrikaanse oehoe, Joop de Nuil. En wat nou vaak gedacht wordt, is dat uilen hun kop helemaal rond kunnen draaien. En dat kunnen ze maar 1 keer. Ze kunnen dat 270 graden linksom en 270 graden rechtsom. Maar dat komt doordat uilen
14 nekwervels hebben. Maar voor een uil is ook dat wel nodig. Want die ogen van een uil die zitten vast in zijn oogkassen. Dus hij kijkt eigenlijk altijd recht vooruit. De verschillende vogels worden door het team van verzorgers voorlopig goed bezig gehouden, zodat het publiek ogen tekort komt. Hij is gewoon huis. Oké, dan halen we die eens binnen. Oh, daar is hij al. Ik ben allemaal weg. Dit is Stijn. Stijn werkt als bioloog in het safaripark en onderzoekt het gedrag van een heleboel dieren. Hij kijkt naar ze, hij luistert naar ze, maar hij zoekt vooral naar antwoorden. Dus heb je een vraag? Stel hem aan Stijn. Zoals die van Naomi uit Emmen. Als ik hier vroeg kom, hoor ik hier soms een vreemde vogel. Wat is dat eigenlijk voor soort? Nou, dit zijn dus geen vogels. Het zijn kleine mensapen. Withandgibbons om precies te zijn. En deze gibbons zingen vrijwel iedere dag samen een lied. Een duet. Ze leven namelijk in een koppeltje en iedere ochtend klimmen ze boven in de boom en fluiten ze een deuntje. En dat klinkt dus ongeveer zo. Iedere gibbon zingt zo zijn eigen lied en op deze manier kunnen de dieren elkaar herkennen. Zo weten ze precies wie waar uithangt in de jungle. En daarom ook dat ze altijd, ook hier in Hilvarenbeek, helemaal boven in de toppen van hun verblijf gaan zitten. Zo bakenen ze hun territorium af. En het is natuurlijk ook een manier van bonden, lekker samen zingen. Het duet volgt een vrij duidelijk patroon. Het mannetje begint met meerdere korte whoops. En het vrouwtje maakt het af met de zogenoemde great calls. En dat patroon herhaalt zich een aantal keer. Onze verzorger Judith keek daarom ook raar op toen ze buiten een volledig gibbonduet hoorde, terwijl de vrouwelijke gibbon nog binnen zat te eten. Zingt Ori, de mannelijke gibbon, nou ook het vrouwelijke deel van het duet? En wat betekent dit dan voor het koppel? Het samen zingen is namelijk erg belangrijk voor de paarbonding. Kijk, jonge withandgibbons zingen de eerste tijd van hun leven het lied mee met hun moeder. Ook de jongens zingen dus aan het begin van hun leven het vrouwelijke deel van het duet. Pas later in hun leven stoppen ze hiermee. Het mannetje Ori is jaren geleden gecastreerd en het lijkt daarom een verklaring voor zijn rare gezang. Maar wat doet het vrouwtje, Mugawai, als hij daarmee bezig is? In samenwerking met de Universiteit van Leiden hebben we het gedrag en het gezang van de twee gibbons in kaart gebracht en geanalyseerd. En wat blijkt? Ori doet inderdaad een dappere poging om een great call te maken. En ondanks al zijn effort is het hem nog niet helemaal. En misschien nog wel gekker is dat terwijl Ori aan het zingen is, Mugawai in geen velden of wegen te bekennen is. Ori slooft zich dus flink uit boven in de boom, terwijl Mugawai rustig binnen zit te eten. Pas als Ori klaar is met zingen, begint Mugawai. En wat bleek, ook Mugawai zingt een stuk van het mannelijke duet. Onze withandgibbons zingen dus niet het meest nette duet van alle gibbons ter wereld. En wat deze vreemde liedjes nu precies voor ze betekent, moet onderzocht worden. Maar één ding is duidelijk, onze gibbons hebben een bepaalde sound ontwikkeld die ook jij nu zeker kunt herkennen. Luister maar. En na het roepen van de gibbons gaan we meteen terug naar de fluitende vogelverzorgers. En die palmgier die werd dus in eerste instantie aangezien voor een zeearendensoort. En dat kwam met name door de manier van jagen.
En we gaan zo eens even kijken of Sibaya wil laten zien hoe dat ze zo'n vis van het wateroppervlak schept. Kijk maar eens. Ondertussen is Ilona al in de auto gesprongen naar de vlakte om daar de gieren op te vangen. En terwijl dat ik onderweg ben die kant op, hebben wij net de palmgier Sibaya gelost. Dus die is op dit moment aan het vliegen. En zo hebben wij mooi even de tijd, want die doet daar een mooi dingetje, om dus naar de andere kant te kunnen rijden. En dan is die altijd wel even opletten, want dan rij je natuurlijk gewoon door de Beekse Bergen. Ja, met de vlakte en de andere dieren die daarbij komen kijken. En zo ook onze kameel, de jonge kameel van dit jaar. En een Przewalski paard. Door dat gebied moeten we heen. Wanneer ze hiervoor zit, kunnen we ook heel mooi die grote grijpklauwen zien van die palmgier. Ja, met het vertrek van de palmgier ga ik even te vlug op de nepvis opruimen, voordat er dadelijk een andere vogel met de nepvis vandoor gaat. Nu ook Sibaya weer veilig binnen zit, kan het slotspektakel beginnen. In de afgelopen periode is de voorstelling voor het publiek flink veranderd. Alles is erop ingericht om zoveel mogelijk vogels in groepen te laten zien. Ze vliegen hierbij niet meer van de ene naar de andere handschoen, maar cirkelen op de thermiek, landen bijvoorbeeld in een boom of achterop een veld, vangen een visje in het water of scharrelen wat rond. Zo krijgen de bezoekers een beeld van hun natuurlijke gedrag. En dat geeft de vogelverzorger meteen de kans om hen wat te leren over hoe bijzonder deze dieren zijn en hun rol in de natuur. Wat veel mensen niet weten is dat er in Afrika natuurlijk olifanten of neushoorns worden gestroopt. Maar wanneer ze zo'n dier schieten, dan komt daar natuurlijk een berg voedsel te liggen voor gieren. En als gieren ergens eten zien liggen, dan gaan ze daar net als die Europese ooievaars massaal boven rondcirkelen. En daarmee verraden ze eigenlijk de locatie van die stropers. Die stropers die willen dat voorkomen, dus die vergiftigen zo'n kadaver, zodat de gieren die daarvan eten ook zullen sterven. Want ze hebben een aantal jaren geleden een dode olifant gevonden, vergiftigd door de stropers, met erop en omheen ruim 600 dode gieren, waaronder een aantal kapgieren. Ja, de kapgieren zijn gelost. Die nemen mooi de hoogte, de ruimte met de warme lucht. Kunnen die makkelijk omhoog. En die moeten dan helemaal naar de overkant vliegen op de kamelenvlakte. Dus dat is mooi. Dan kunnen we naar de volgende. Namelijk 3 zwarte wouwen en een geel snavelwouw. Allemaal tegelijkertijd. Kom maar, hop, hop, hop. Kom maar. Kom op. Hop. Kom maar. En daar gaan ook de witruggieren, op weg naar de vlakte waar Ilona ze opwacht. Je kunt goed zien dat de gieren de camera in de gaten houden. Maar ze zijn ook brutaal genoeg om niet weg te vliegen. Ilona moet namelijk eerst een seintje krijgen van Matthijs voordat ze verder mogen. Dan moet je niet bang aangelegd zijn. Kom maar. Goed zo, kom maar. En of dat nog niet genoeg is, heeft Michael nog een clubje koereigers en 2 kroonkraanvogels losgelaten. En als dan ook de laatste gier onderweg is naar het publiek, snelt Ilona zich om achter de schermen de dieren weer op te vangen. Op dit moment zijn de meeste vogels te zien. Lekker hoor, allemaal geland op het veld. Wouwen erboven.
mooie afsluiting van de show. Terwijl de kapgieren net zijn geland, cirkelen de wouwen boven het publiek en komen de witruggieren vanaf de vlakte aangevlogen. Ja, en al deze vogels die zijn dus te vinden in Afrika, op en rond zo'n kadaver, waar ze zich te goed doen aan niet alleen het vlees, maar ook aan de insecten die daar te vinden zijn. Het is hard werken voor de dierverzorgers om de vogels bezig te houden en ze niet te laten afleiden door de bezoekers. Niet naar die vogels waaien. Kom. En we hopen gedurende de roofvogelsafari jullie wat te hebben geleerd over deze dieren en vooral over het nut en het belang van die gieren in het wild. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag hier in het safaripark. En dan graag tot de volgende keer. Tot ziens! Maar voor de dierverzorgers is het werk pas voorbij als alle vogels weer binnen zijn. De vogels hebben natuurlijk voor het publiek gevlogen. Ja, je ziet dat ze komen gewoon zelf terug naar hun volière vliegen. Het enige wat wij hoeven te doen is de deur te openen voor ze, zodat ze weer naar binnen kunnen. Hoppakee, zitten ze weer in hun volière. Op naar de volgende. Het was af en toe wat improviseren, maar het werk voor de vogels zit erop. Ja, alles weer binnen en ja, mensen hebben iets moois gezien hopelijk. Volgende aflevering weer nieuwe verhalen uit het safaripark in Hilvarenbeek. Houdoe!